kleuren met bloemen vandaag bij Ria. Dat is een Ols op het platteland. Daar kom ik ook, hoor. Nou, Ria, ben ik bij jou in huis op het platteland, hè? Ja. En je houdt van bloemen, hè? Ja, echt wel. Ja? Ja. Heb je wel een snijbloemen? Want ik zie wel allemaal takken zijn. Ja? Jawel, soms. Soms? Als het voorjaar is, hè? Als het voorjaar is, niet elke week? Nee, als het voorjaar is, pak ik de fiets. En dan ga ik langs de straat. En dan ga ik bloemen plukken. Nou, die hoef je nu niet te plukken. Ik heb narcissen voor je. Ze bloeien al knallend, dus je ziet kleur. Ik ga allerlei vazen neerzetten. Maar één ding, die bloemen zijn op een gegeven moment uitgebloeid. Dan kan jij die vazen zelf vullen. Is ja? Hey, ga ik dat even gaan voor je doen. Ik ben niet bezig met narcissen. En narcissen, dat is natuurlijk het ultieme voorjaar. Als je ze een knop neerzet, binnen een dag te knallen ze open. Dat is de reden dat ik ze eigenlijk in de bloei getrokken heb, want anders zou ik alleen maar knoppen zien. Met een narcist is het wel zo, hij heeft een afscheiding, een beetje een slijmafscheiding. Als je dat combineert met andere bloemen, omdat je zegt ik wil een gemengd boeket hebben, dan verdrogen die andere bloemen als het ware, want het slijm zorgt ervoor dat die hele wond, die snijbloemenwond, dat die afgedekt wordt. Snijbloemenvoedsel voor bolgewassen, als je dat in het water doet, voorkomt dat en dan kan je wel een gemengd boeket maken. Kijk, waarom heet nou eigenlijk een narcist? Narcist! Nou, dat zal ik je vertellen. Je hebt de god van de ijdelheid, dat is Narcissus. En waarom was hij de god van de ijdelheid? Hij was zo verliefd op zijn eigen gezicht, dat hij altijd in het water ging kijken. Stond bij het water en zag hij zijn eigen spiegelbeeld. En als je nou goed let op de narcist, zo begint de bloei. Maar dan op een gegeven moment gaat het kopje, dat gaat zo staan. En ze worden heel veel langs het water geplant. En die narcist kan dus zichzelf zien. En dat is de reden dat hij vernoemd is naar de god van de ijdelheid, Narcissus. En hele aparte vaas, die is eigenlijk helemaal open. Ik heb een ander klein vaasje ingezet, want anders zou ik er natuurlijk geen narcissen in kunnen zetten. En wat krijg je dan? Krijg je dat hele bijzondere effect. Dat is toch leuk? Nou Ria, je ziet het. Het knalt, hè? Prachtig. Ben je gek op narcissen? Ja, prachtig. En dit is een gekke vaas. Er zit een vaasje in, dus je kan alle bloemen die je plukt langs de weg, die kan je erin zetten. Prachtig. Ik heb je leven gekleurd met bloemen, hè? Ja, echt. Nou, dat was ook de bedoeling. Fantastisch. Wil je nou ook dat je je leven kon kleuren met bloemen? Moet je even reageren via Facebook of onze internetsite. En wie weet, kom ik langs.